Ja, misschien is het goed voor Marije en voor Clemens om even te weten. Kijk, je ziet hier natuurlijk maar één bewoner op dit moment. Dat is Mike Brandjes. En zij werken vaak met het opnemen van de verdiepingssessies. Zodat andere mensen dat op een later moment terug kunnen kijken. Want veel mensen zijn aan het werk of zijn andere dingen aan het doen. En op deze manier kun je ook informatie naar mensen toebrengen. In plaats van dat je zegt op dat tijdstip moet je daar zijn. Nou ja, dat past vaak mensen niet. En ook, jullie maken er ook nog wel eens een vertaling van, hè? In de zin van dat je een soort samenvatting maakt op basis van de beelden. Wat maakt het prima? Ja. Ja, alright. Ja. Ja, wat Mike zegt, is als je iets, als er een deel van de conversatie in zit waarvan je zegt, vind ik niet prettig, dan kun je dat aangeven. Ja. Absoluut. Stel je barst een huilen uit of zo, of ik. Ja, ik hoop het niet, Ja. maar goed. Dan Ja. denk ik van, nou ja, dat vind ik jammer om dat nou voor Ja. altijd en voor eeuwig op het internet te hebben staan. Ach Ja. ja, aan de andere kant, ambtenaren hebben ook emoties, hè? Ik moet Ook ze dat ook is af en waar. toe kwijt. Ook dat is Ja. waar. Ook dat is waar. Ja. Ja, Jan. Ja, ik weet niet of jullie al van gedachten hadden gewisseld. Ja, Marije heeft een soort presentatietje gemaakt om als aftrap. En dat is misschien een aardige hang-up om het gesprek in gang te zetten. Dus als jij dat ook oké vindt, Mike, dan is het misschien een idee om dat eerst even aan te horen. Het zijn iets van 15 dia's of zo, hè? Ja, en Clemens heeft daar ook een paar. Ja, En ja. als het inderdaad sneller moet, ik weet eigenlijk niet, blijven jullie in beeld als ik het, dan moet iemand anders maar even roepen van nou, het duurt veel te lang. En even kijken, zijn er ook nog mensen bij die ik nu niet zie? Dus of zijn alle mensen die ik zie zijn in het scherm? Want ik zie er nu zes, zeven. Ja, Er de zijn er meeste zijn acht. mensen, ja, mensen van Oh ons ja, team zijn met het. mezelf erbij nog Ja, dan. Ja. ik weet niet of je ze allemaal kent, Marije. Ja, eigenlijk wel. En Mooi. zelf Gerard ken ik. Ja. Ja. Goed zo. Clemens, ken jij iedereen? Nee. Ah. Ah, heel snel even. Ik ben Harry Wien, projectmanager van de gemeente Amsterdam. Ja. Jules, wie ben jij? Ja, Jules Pollard, ook projectmanagementbureau gemeente Amsterdam. Jan, wie ben jij? Jan van der Vliet, Ruimte en Duurzaamheid. Dankjewel. Gerard, wie ben jij? Geert van der Wel, Maatschappelijke Voorzieningen. Dankjewel. En onze hoofdbewoner, die heb je al ontmoet, hè? Die heeft zich al voorgesteld, denk ik. Ja. Hey, nou, misschien goed. Ja. Dus even ook doordenken op dit moment wat er gebeurt. Ook, wat ik net zei, ik weet niet veel, heb jij ook misschien nog niet gehoord, hè, maar er is dus iemand in Kouwenhout van de 18e gesprongen. Meisje van Oh. die. Wat nou, gefilmd is dat ze seksuele handelingen had met een aantal jongens. En jongens hebben dat weer. Gadamme. Dus dat Een is jong één. meisje, zei je dat nou? Ja, meisje van 13. Ach. Ja. Nee, wat afschuwelijk, ja. Nogal een dingetje even ook. Ja. Kennen jullie er ook, Mike? Ik ga niet persoonlijk. Gabby, die woont in die flat. Dus Gabby Ja. is maar niet bij dit gesprek, denk ik. Die is ook met andere dingen daar bezig. Die zit er in de bewonerscommissie ook. Ja. Heftig, Ach, hè? man. Ja, Verschrikkelijk. wat allemaal gebeurt in de buurt. Nou, ben benieuwd. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik moet ook even schakelen, hoor. Sorry. Nou, heel, ja, nou, heel veel sterkte hiermee. Want het is echt verschrikkelijk om te horen. Ik ga proberen of ik mijn scherm kan delen. Even kijken. Ja, daar zit hij. Zo. Ja, ik denk dat ik hem zomaar door ga lopen. Nou, heel fijn dat ik in dit projectteam wat mag komen vertellen. En mijn collega Angelique Boor, die zou er eigenlijk ook bij zijn, maar die is helaas verhinderd. Maar zij is ook van het team zelfbouw. En eigenlijk is zij vooral het aanspreekpunt vanuit het team zelfbouw. Ik werk bij de dienst grond en ontwikkeling. En ik hou me vooral bezig ook met wooncoöperaties. Ik ben ook heel blij dat Clemens Mol hier aanwezig is, want die is van Woon en die is ook betrokken bij dit onderwerp. En die zal na mij ook nog even wat vertellen. Nou, Team Zelfbouw en nou ja, ook het programma Wooncoöperatie zijn bezig om de mogelijkheden voor zelfbouw in de stad te vergroten. Dat is eigenlijk meer een centraal stedelijk iets. En de kavels zelf, die worden meestal via de projectorganisaties aangeboden. Zoals bijvoorbeeld Harry voor deze buurt, maar op andere locaties zijn het weer andere collega's.
Ik zal straks ook nog wat meer over de werkwijze van de gemeente vertellen. En hoe je bijvoorbeeld aan een kavel komt. Of hoe je kan aansluiten bij een zelfbouwgroep. Maar eerst toch even voor wie nog niet echt ingevoerd is in zelfbouw. Wat is zelfbouw eigenlijk en welke mogelijkheden zijn er? Nou, we hadden het net al over dat... we zitten nu in een online setting en ik geloof ook niet dat er heel veel bewoners zijn. Dus als er vragen zijn, stel ze gerust. Maar misschien is het handiger om na afloop dat even te zeggen. En waarschuw vooral als het te lang gaat duren. Even kijken hoor. Nou, wat is zelfbouw? Nou, we hebben een definitie, hebben we eigenlijk al in het begin. We zijn sinds 2011 bezig om zelfbouw, ja, wat ze noemen een volwaardig segment op de woningmarkt aan het maken. En zelfbouw is heel simpel eigenlijk gewoon de invloed van bewoners op de eigen woning of woningen. En ja, de woonwensen van de bewoners of de zelfbouwers staan daarbij centraal. De gemeente heeft daar sinds 2011 een programma voor. En in die periode zijn er al meer dan 3000 woningen in ontwikkeling genomen. Dus het ging steeds wel in kleine stapjes, maar bij elkaar zijn er toch al heel wat. Dus er is ook al best wel wat kennis en ervaring in de stad aanwezig. Even kijken hoor. Nou, zelfbouw is er eigenlijk in alle soorten en maten. Ik begin even bij de verschillende afmetingen. Ik kan één woning tot een enorm groot complex zijn. Dus het kleinste is gewoon wat klassiek is en wat veel mensen wel kennen van zelfbouw. Is gewoon, je bouwt je eigen woning op je kaveltje. Het meest bekend is de vrijstaande woning. Maar in Amsterdam gaat het toch meestal om woningen in een rij. Het grootste is, het project is jullie vast wel bekend. De Flat Kleiburg is denk ik het grootste zelfbouwproject wat we in Amsterdam kennen. En daartussen zitten een heleboel mogelijkheden. Nou, op dit schema zie je bovenin die individuele vormen van zelfbouw naast elkaar en vrijstaand. Nou, omdat we toch de grenzen van de stad een beetje aan het bereiken zijn qua bouwlocaties, wordt er vooral ingezet op verdichting, dus op meer hogere vormen. Dus die middelste samen in het klein is bijvoorbeeld, het is een heel klein plaatje meteen links naast dat icoontje. Dat is op Amstelkwartier, daar kon je zelfs in zes of zeven lagen een rijtjeswoning bouwen. Nou, als dat één woning wordt, wordt het natuurlijk gigantisch. Daar kan je, dat wordt ook niet te betalen. Dus er is ook de mogelijkheid om met elkaar samen één kavel te bebouwen. Dat is, tussen de twee en de vier woningen kan je dan bouwen. Dat noemen we samen in het klein. En daarna komen eigenlijk de grotere projecten. Die noemen we samen in het groot. En dan gaat het over CPO of dat is collectief particulier opdrachtgeverschap. Of het is medeopdrachtgeverschap. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. We hebben vaak nieuwbouwkavels in de aanbieding. En in het verleden hebben we ook een paar keer gehad dat er een gemeentelijk pand aangeboden werd in een bestaand gebouw. Dat is helaas zelden nog maar zo. Want dat waren wel hele gewilde projecten ook. Bij zelfbouw gaat het, je hebt dus verschillende afmetingen van projecten, maar je hebt ook verschillende manieren van hoeveel doe je zelf. Dus de meest, het meeste zelf doen. Ik vertel het even vooral vanuit de groepsprojecten, omdat dat de meest voorkomende projecten zijn die we nog hebben. Bij een CPO-project, dat is collectief particulier opdrachtgeverschap, dan ben je als collectief gezamenlijk opdrachtgever. En ook voor de bouw en het hele project. En als je op dit plaatje zie je dus links CPO en naar rechts toe is het minder zelf doen. En helemaal uiterste rechts is een medeopdrachtgeverschap. Bij het linkerproject, dat is een bestaande school geweest in Amsterdam-West. Daar hebben de bewoners heel veel zelf gedaan. Ze zijn ook zelf begonnen met het ontwerp. In een bestaand pand is dat ietsje makkelijker, omdat je dan natuurlijk al een indeling hebt. En dan gaat het meer om hoe ga je het renoveren en hoe deel je het in, zo'n klaslokaal. En ga je klaslokalen samenvoegen of niet. Maar ook zij kwamen toch wel tot de conclusie dat het handig was om een architect toch echt die vergunningen te laten aanvragen en dat soort dingen. Dus ze hebben wel zoveel mogelijk zelf gedaan, maar bouwtoezicht en het projectmanagement is toch, het vraagt ook behoorlijk wat tijd. Dus dat is bij CPO-project wel een belangrijk onderwerp om ook voordat je eraan begint goed over na te denken en met elkaar af te spreken. Nou, er zijn er allerlei tussenvormen. Het middelste voorbeeld is een project dat is vlakbij
het Amstelstation, zeg maar, op het park Buitenlust. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat ligt aan de Amstel. En daar is een architect begonnen met het plan, heeft een groep geformeerd. En toen heeft die groep gezegd, nou, ja, mooi ontwerp. We willen je wel als architect, maar de rest, dat gaan we zelf doen. Dus ze hebben een heleboel dingen zelf naar zich toe getrokken, zoals de financiering van het project, maar de architect heeft het ontwerp gedaan. En wat je ook vaak ziet bij die projecten is dat er, zeg maar, collectief wel een casco wordt gemaakt, maar dat een casco is dan dus de gevel en de tussenmuren, maar dat de woning zelf door mensen zelf ontworpen en ingericht wordt. Nou, en helemaal rechts zie je dan het medeopdrachtgeverschap, dat is in de Houthaven project geweest. Daar heeft de architect heel veel georganiseerd, dus het ontwerp, maar ook het proces, de aannemer erbij halen. En met de architect en de aannemer hebben ook samen het risico gedragen. Op het moment dat je aan het bouwen bent en er stapt toch iemand uit. Ja, wie neemt die woning dan over? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die gaandeweg in het proces kunnen ontstaan. Dus dat is het voordeel van medeopdrachtgeverschap. Dan deel je die risico's ook met een professional. Maar ja, de keerzijde daarvan is natuurlijk wel dat je wat minder zeggenschap hebt. Nou, ik laat even een voorbeeld zien van een ZPL-project waar echt heel veel door de bewoners zelf gedaan is. Dit is een bijzonder project in Amsterdam-Nieuw-West. Daar hebben we ook als gemeente met 3 bouwgroepen. Dat waren zowel medeopdrachtgeverschapgroepen en een CPO-groep. Dit is een CPO-groep. We hebben de kavelregels gedefinieerd, dus de kaders waarbinnen gebouwd mag worden. En deze groep wilde heel graag ook een begane grond met allerlei voorzieningen. En dat hebben ze zelf allemaal georganiseerd. Er zit nu een dansschool in waar de buurt veel gebruik van maakt. En aan de andere kant zit werkervaringsbedrijf, heet het. En in het midden hebben ze hun eigen collectieve ruimtes. Nou, dat was ook een behoorlijke inspanning voor dit initiatief. Maar het is ze allemaal gelukt. En ook nu het al opgeleverd is, gaan ze ook met de 3 gebouwen, dus ook die medeopdrachtgeverschapsprojecten, gaan ze binnen het gebied tussen de blokken in, dus het groen beheren. Marije, vraag je tussendoor. Harry Wienier. Even over die betaalbare bedrijfsruimtes die ze gerealiseerd hebben. Dat is ook wel iets wat in deze buurt speelt. Behoefte aan betaalbare bedrijfsruimtes. Heb jij een idee of kun jij achterhalen, of kunnen wij ergens achterhalen wat de huurprijs is die gehanteerd wordt? Want dit is gerealiseerd, toch? Ja, ik kan wel vertellen wat hier gebeurd is. Dat heeft ook een beetje met de werkwijze die ik straks toe ga lichten. De kavelregels, wacht even, ik ga gewoon even naar die kavelregels toe, dan zien jullie er een plaatje bij. Dan hoef ik er straks weer even niet iets over te zeggen. Wat we als gemeente doen is eigenlijk als er een zelfbouwkavel beschikbaar komt, dan bepalen we wat mag er maximaal aan volume gebouwd worden en welke functies mogen er komen. En op basis daarvan wordt een grondprijs bepaald en dat is dan ook... Die is dan van tevoren vastgelegd. Dat is dan een gegeven. Mm-hmm. Maar het geeft wel meteen duidelijkheid waar moet je rekening mee houden. En voor maatschappelijke of bedrijfsfuncties geldt een lagere grondwaarde dan voor wonen. Dus het is belangrijk om van tevoren goed te regelen dat in die envelop dan de juiste programma's zitten. Dit verhaal van Pondok is eigenlijk ontstaan. Nu we het er toch over hebben. Doordat wij, dit is een begintijd van de zelfbouwprogramma. Dus er zit altijd een spanning tussen van wat ga je van tevoren als duidelijke kaders meegeven. Want dan kan je doorgaan. Hè? Dan hoef je niet, bestemmingsplan kan je erop afstemmen. Dus dan is het voor iedereen duidelijk wat er mag. En heel veel zelfbouwprojecten heb je ook meerdere kavels naast elkaar. En voor jezelf is het vaak wel fijn als je net buiten de regels mag gaan. Maar voor je buurman weer niet. Dus dat is ook altijd weer even iets wat in die processen naar boven komt. Dus wat hier gebeurt is dat voor deze kavel is bepaald dat er bestemming bedrijfsruimte in mocht. En is er een lage grondwaarde aan die bedrijfsruimte gekoppeld. En de rest is woonruimte. En wat die groep vervolgens heeft gedaan, en daar hebben ze best wel wat slapeloze nachten over gehad, is die plint, die wilden ze graag als eigendom van de CPO houden. Dus de eerste initiatiefnemers van deze CPO zijn gezamenlijk eigenaar van die ruimtes in de plint. En dat moesten ze gefinancierd krijgen. Ze wilden, het was ook hun ideaal om dit voor betaalde huren aan te bieden. Maar dat moesten ze wel gefinancierd krijgen. En dat hebben ze gecrowdfund, want er was eerst geen bank die dat wilde doen. En die crowdfunding liep heel goed. En toen is er een bank ingestapt. Maar dat heeft ze best wel wat moeite gekost om dat voor elkaar te krijgen. En dus een belangrijk
kernpunt is wel dat je dat van tevoren die ruimte er dan ook tegen een lage grondwaarde voor reserveert. En dat je benoemt, gaat die groep het zelf in eigendom nemen en willen ze dat ook en kunnen ze dat, willen ze dat organiseren. Je kan ook constructies verzinnen dat er iemand anders dan die bedrijfsruimte eigenaar van wordt. Maar je moet wel van tevoren nadenken hoe je dat dan doet. En dat moet dan passen in die kavelvoorwaarden, zeg maar. Ja, en weet je de huurprijs nu? Nee, dat weet ik niet. Dat kan ik wel achterhalen, hoor. En ik denk ook de mensen die dit hebben gedaan. Ja, ze hebben het vast ook wel druk met van alles. Maar ik denk dat ze ook best bereid zijn om daar een keer kennis over te delen. Als iemand echt, echt serieus interesse heeft. Ja, nou ja, wij zijn bezig om te kijken. Kunnen we in dit plan ook betaalbare bedrijfsruimte opnemen? En wat is dan betaalbaar? En om een beetje te redeneren vanuit de huurprijs in plaats van eerst gaan ontwikkelen en dan te constateren dat er een bepaalde huur uitkomt. Weet je wel, dat je een beetje andersom doet. Ja, je... dan moet ik wel een voorbehoud maken dat zeg maar, we hebben natuurlijk wel ook een soort van beleid hoe grondprijzen worden bepaald. En ik weet niet helemaal 100% of het erin past. Dus op deze manier is het gelukt, maar ik weet de details nu ook niet. Dus dat is nog wel iets waar je dan op tijd naar moet kijken of dat qua grondprijsbeleid kan. Er stroomt wel wat water door de Rijn voordat we dit gaan doen. De duidelijke wens uit is, daar begint het bij. En dan, En grondprijzen worden bepaald door residueel, toch? Zeg maar, op basis van huur. Ja, in principe wel. Alleen je moet het dan wel kunnen regelen dat het klopt, zeg maar. Ja, precies. Dank voor deze tip. Tenzij je echt helemaal inzet op maatschappelijke bedrijfsruimtes. Ja, goed, klopt. Dan zit je natuurlijk wel eraan vast dat daar niet ambachtswinkeltjes kunnen komen. En kapperszaakjes en kleine beginnende horecatentjes. Dat soort dingen, dat mag dan allemaal niet, hè? Nee, daar moeten we nog even goed naar kijken, Marlijn. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar die bestemming / branchering, zeg maar. Maar misschien te veel de diepte in. Daar komen we nog op terug. Ja, ik denk dat we dat even anders goed moeten bekijken. Want als je weet wat je wil, kan je kijken waar de oplossingen zitten. Maar dit zijn wel dingen die je niet even zomaar kan verzinnen en dat het dan vanzelf goed komt. Dat is wel zo. Ja. Even kijken. Maar dit is dus inderdaad een voorbeeld. En dit heeft ook echt heel veel inspanningen van de mensen zelf gekost, hè, die dit hebben gedaan. Dus het is een combinatie van mogelijk maken. En als je dus wat minder... want niet iedereen heeft daar tijd voor, kent genoeg mensen of heeft genoeg kennis. Nou, over kennis kan Clemens straks nog wat vertellen. Er zijn ook varianten, dat is dan mede opdrachtgeverschap. Of dit is dan de flat, het is eigenlijk meer een soort van kluswoningen. Waar je van tevoren heel veel zekerheden hebt. En ja, de flat heeft natuurlijk ook nu, er zijn andere verhalen ook over te en discussies over te voeren. Maar ik wilde vooral even het concept laten zien. Wat er oorspronkelijk bedacht is, is namelijk dat je één of meerdere stukjes flat kon kopen. Je kon de woningen klein of groot, dus voor ieder budget en voor iedere woonwens, bij wijze van spreken, binnen het bestaande structuur een stukje flat kopen. Tegen een vooraf duidelijke prijs, die op dat moment, want dit was 2011, 2012, echt heel betaalbaar was. Volgens mij was het iets van 175.000 voor één zo'n strook. Maar goed, ik weet het niet meer precies. 75.000. Ja. En je had ook nog, als je zelf geen klusser was, de mogelijkheid om een kluspakket af te nemen van de aannemer. Dus dat gaf van tevoren veel duidelijkheid en vrijheid. In die zin is het dus een heel interessant idee. Voor mensen die bijvoorbeeld helemaal geen klus, die dat hele proces met risico's niet aan willen. Maar daar hoort dus wel bij dat je dan toch voor een deel aan moet sluiten bij het concept wat er al is. Dit zijn allemaal voorbeelden van koopwoningen, dus waar mensen uiteindelijk eigenaar worden. Dus je werkt in het proces dat je je project bedenkt en ontwikkelt samen. Maar daarna, als het klaar is, dan heeft ieder zijn eigen woning. Kan het ook weer individueel doorverkopen. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er bij de Flat Kleiburg gebeurde misschien. Daarna ben je eigenlijk gewoon een normale... eigenaar van een koopwoning in een VVE in een appartementengebouw. Nou, we merkten ook wel al in 2015 dat niet voor iedereen dus daardoor mogelijk was om zelf te bouwen. Dus we zijn gaan kijken naar voorbeelden van hoe kan je ook met een inkomen wat lager dan twee keer modaal is een zelfbouwwoning realiseren. En toen zijn we ook mede geïnspireerd door de Duitse genossenschaften en in Zwitserland heb je ze ook. En Clemens was er ook al mee bezig op een paar plekken in de stad hebben...
De coöperatie was ook, viel ook samen met de mogelijkheid in de woningwetten. Die, nou ja, goed, de woningwet heeft ook andere dingen gedaan. Maar een goed ding is dat de zittende huurders van sociale huurwoningen zich mogen verenigen om als coöperatie het bezit over te nemen van de corporatie. Die mogelijkheid biedt de wet. Alleen ook daar zitten natuurlijk nog wat stappen in. Want dan moet je eerst met een goed plan komen en de corporatie moet ook meewerken. Dus daar kunnen we het straks nog over hebben als dat interessante opties zijn. Maar wat hier, wat wij hebben geprobeerd is om via zelfbouw dus ook nieuwbouwcoöperaties mogelijk te maken. We zien hier het plaatje van de Warre. Dat is de eerste pilotlocatie die we hebben aangeboden. En zij zijn degene die gekozen zijn om dat uit te werken. En dit is de voorpagina van de Volkskrant van alweer ruim een jaar geleden. Dus het is wel heel bijzonder. Ze hebben net vorige week het erfpachtakte gepasseerd. Dus ze gaan dit jaar echt beginnen met bouw. En een wooncoöperatie is eigenlijk een vereniging van huurders, toekomstige huurders, die samen het pand gaan ontwikkelen. En is dat eigenlijk een soort voorloper, een mini-woningcoöperatie zoals we die kennen van de Keijers, dat het eigenlijk een soort mini-versie daarvan is? Zie ik dat goed? Klopt. Ja, en het is eigenlijk, want het is goed dat je het vraagt, want deze kennen jullie misschien ook wel. Dat is Samenwerking in Zuid. Dat is een, want dat is, was naast de Duitse Genossenschaften was ook dit een inspiratiebron om die pilots te starten. Omdat je hier ziet dat dit is destijds gebouwd voor de middenklasse. En de huren zijn nu nog steeds zo 800 tot 1000 euro per maand in Oud-Zuid. En dat is natuurlijk, dat als je denkt van nou wat is er marktconform op deze plek, dan is dat rustig het dubbele. Dus het feit dat een wooncoöperatie dit beheert, maakt dat die prijzen, ja, als je zelf je eigen huurder bent, heb je natuurlijk niet zoveel belang bij het laten stijgen van de huren, omdat de markt dat toelaat. Dus het is ook een soort mechanisme waardoor mensen zelf een betaalbare woning houden. Ja. Samenwerking, daar kan je ook heel veel lessen van leren, daar ga ik nu niet op in. Maar dus ik wilde eigenlijk wel even laten zien, de wooncoöperatie is een vorm om betaalbare huurwoningen in zelfbouw te maken. En ook dit is wel een vorm dat als je hem helemaal in de zelfbouwvariant doet, dat je behoorlijk veel tijd erin moet stoppen. En in dit geval dus niet alleen als je bouw doet en de eerste momenten na de opleg, maar eigenlijk permanent. Want je moet natuurlijk ook met elkaar het vastgoed gaan beheren. Ja. Marijn, nog een vraagje over. Want van wie huur je dan? Je huurt dan van de coöperatie, denk ik. Ja. Maar de coöperatie is dan eigenaar. Iemand moet toch eigenaar zijn van het vastgoed? Ja, de coöperatie is eigenaar. Nou, jullie stellen echt de goede vragen, want die komt nu. Kijk, dit zijn de verschillende vormen die er theoretisch zijn. Je hebt aan de linkerkant zie je bestaand vastgoed en nieuwbouw. Dat zijn twee varianten. En als het vastgoed in eigendom van een andere partij blijft, dus bijvoorbeeld de corporatie, dat is de meest waarschijnlijke. Dat is zoals die ook bedacht was in de woningwet in 2015. Dat is trouwens niet zoals die bedacht was. Sorry, ik zeg het verkeerd. Maar je hebt dus de situatie waarin de corporatie eigenaar blijft en je als huurders het beheer doet. En dat kan variëren. De bovenste is Copacabana, dat is helaas nog steeds niet gelukt. Maar die wilde heel veel gaan doen. Echt de hele renovatie en ook alles zelf beheren en huren onderling bepalen. En daaronder zie je het voorbeeld, dat is Acropolis. Dat is een pand van de Alliantie, dat is nieuw gebouwd. Staat op het Zeeburger Eiland. En daar int de Alliantie bijvoorbeeld nog steeds de huren. Maar zijn de huurders wel samen een vereniging en organiseren ze van alles. En hebben ze ook wat gemeenschappelijke ruimtes. En dat is dus een vrij lichte vorm van eigen beheer. Maar dat zijn dus manieren om niet het eigendom en de verantwoordelijkheden daarvoor te hebben, maar wel meer invloed op het beheer. En de rechter, dat is dus als de... Ja? Dat wat woningcoöperatie de KEI biedt, die zegt van wij helpen jullie met het bouwen en jullie doen daarna de beheercoöperatie. Want ik begrijp dat de KEI daar erg op inzet, of zie ik dat verkeerd? Van de KEI weet ik het niet. Ik weet wel dat Rochdale dit graag wil. Ja. En de Alliantie heeft het gedaan bij Acropolis. Ik weet, maar die zit niet zoveel in Zuidoost, geloof ik. Hè? En de KEI doet wel ook projecten. En dat zijn de mix van, het heet nu vergunninghouders en jongere studenten. Dat zijn die complexen waar je een mix hebt. Ja. En daar heb je wel inderdaad ook beheer. En dat is dan dat studenten en of jongeren vergunninghouders ook helpen met dingen. Dus dat...
En volgens mij is dat meer dat dan is het wel zo dat ze gewoon individuele huurder zijn van de kei. Maar dat er in extra, dat er mensen wat extra ofwel betaald of lage huur of dat soort constructies heb je dan om dat beheer goed te organiseren. Oh, dus dat is nog weer een iets lichtere vorm. Dat is niet echt een coöperatie. Ja. Dan heb je dus inderdaad de vorm dat de coöperatie eigenaar is van het vastgoed. Nou, rechtsboven is de Roggeveenstraat, dat is in Den Haag, niet in Amsterdam. Daar hebben de huurders het overgenomen van de corporatie. Maar daarvoor is het wel nodig dat de corporatie echt een flinke korting geeft ten opzichte van wat ze formeel zouden moeten vragen. Dat weet Clemens ook beter dan ik, maar de beleidsregels schrijven voor dat ze marktconform moeten verkopen, maar voor coöperaties mogen ze dan een korting verlenen. Dat is hier gelukt omdat de corporatie welwillend was en daar is ook best wel wat inspanning voor nodig geweest. En de onderste is dus het voorbeeld zoals we via zelfbouw aanbieden, dat is echt zeg maar helemaal nieuwbouw en echt alles zelf doen. En ook daar zijn natuurlijk nog allerlei varianten weer op te verzinnen. Nou. Ik ga nu even door naar wat de gemeente doet aan zelfbouw. Ik spreek dan vooral even voor wat het team zelfbouw doet. Dat is de club die een beetje de projecten ook helpt om zelfbouwkavels aan te bieden. Dus we helpen ook bijvoorbeeld door een soort standaard werkwijze. Zodat het op elke plek, ook voor het particuliere duidelijk is dat het op die manier gaat. We bieden algemene informatie over zelfbouw via de website. En je kan dus ook via de website vragen stellen. Je kan je aanmelden voor een nieuwsbrief. Daarin wordt bijvoorbeeld op het moment dat er kavelaanbod komt, wordt dat via de nieuwsbrief gemeld. En we organiseren bijeenkomsten. We hebben in ieder geval jaarlijks de zelfbouwmarkt. Ik heb een plaatje van de afgelopen jaren. Toen moest het helaas online. Wat op zich nog best goed ging. Maar we hebben toch ook liever gewoon een live zelfbouwmarkt waar je gewoon met elkaar in gesprek kan gaan. Het rechtse plaatje van het jaar daarvoor. En we hebben ook regelmatig losse bijeenkomsten waar zelfbouwers hun ervaringen delen. En nou ja, ik had Clemens al aangekondigd, gewoon doet ook wat in het informeren over hoe je als groep dingen kan doen. Daarnaast, dus op het moment dat er kavels voor zelfbouw beschikbaar komen, dan wordt er altijd zo'n document gepubliceerd. En met de kavelregels, er staat op wat er mag en welke ruimte er is, wat het kost, wat de planning is. Dus op het moment dat er jullie werken nu naar een stedenbouwkundig plan toe. In zo'n stedenbouwkundig plan worden kavels gedefinieerd. En dit is dan weer het volgende stapje. Dat je die kavels gaat uitgeven aan verschillende partijen. En dat kan dus ook een zelfbouwer zijn. Ik leg nu even vooral het verhaal uit van de CPO en de bouwgroepen. En de... Dit is vergelijkbaar voor de wooncoöperaties, maar voor die individuele kavels of samen in het klein is het net iets anders. Dat leg ik zo nog wel even uit. Maar stel dat je met een groep wilt bouwen, dan geldt er een selectieprocedure. Dat doet de gemeente omdat er algemeen selectiebeleid zit. Het is beperkte ruimte in de stad, dus de ruimte die er is om te bouwen, die moet via een openbare en transparante selectie aangeboden worden. Nou, als je dat helemaal openbaar zou doen en tegen de hoogste bieder, dan maken particulieren niet zoveel kans. Dus we hebben voor bouwgroepen hebben een speciale procedure gemaakt waarmee je kan aanmelden voor kavels. En we hebben een algemene kaartenbak waarbij je eerst meldt. Daarvoor zijn heel weinig eisen. Je moet gewoon minimaal 4 mensen hebben. En je registreren en dan kom je in een kaartenbak. Op het moment dat er dan kavels beschikbaar komen, dan kan je je melden voor het kavel. En dan komt er een selectieprocedure. Dit hebben we gedaan omdat het natuurlijk ook per kavel of per plek. De ene groep zoekt overal, de andere groep wil alleen op de ene plek. De ene keer gaat het om een kavel van 10 woningen, de andere keer gaat het om 50. Dus dat kan heel erg verschillen. Maar even omgekeerd, want wij zitten eigenlijk aan de andere kant. Wij zitten aan de rechterkant van dit schema. Wij zijn met kavels bezig. Betekent dat automatisch dat als wij een kavel beschikbaar stellen voor coöperatief bouwen, dat die dus beschikbaar wordt voor alle groepen in de stad die daar op mee kunnen dingen? Net als De stedelijke werkwijze wel, ja. Ja. Okay. Wat er na de kaartenbak komt, is een selectieprocedure per kavel.
Ja. Daar ga ik even naartoe. Maar dit is voor CPO en er is ook een kaartenbak voor coöperaties. Het zijn twee verschillende, want het ene, dit is voor koopwoning en het andere is voor huurwoning. Mijn vraag gaat erom of wij ook zelf invloed kunnen uitoefenen als buurt, als Zuidoost, wie daar dan in gaat bouwen. Of dat is inderdaad van, daar hebben we geen enkel invloed meer op. Ja, er zijn volgens mij twee manieren om invloed te hebben. Dus op het moment dat er een kavel beschikbaar komt, dan komt er een selectieprocedure. Dat is vanuit het idee dat de kavels die beschikbaar komen, die kan je niet even toewijzen. Nou, ik vind jou het leukst. Wat je kan doen is bijvoorbeeld, je moet altijd van tevoren aangeven wat de selectiecriteria zijn. Ja. Dus daar zou je natuurlijk vanuit de buurtgroep ook over na kunnen denken. Wat zijn belangrijke selectiecriteria voor zo'n groep? Ja. En even kijken, wat voor de gemeente wel belangrijk is, is dat op het moment dat een groep meedoet, het is denk ik goed om op goede ideeën te selecteren. Maar alleen een mooi idee, dat is dan ook weer lastig, want iemand met het mooiste idee heeft misschien wel een niet uitvoerbaar idee. En dan is het natuurlijk heel vervelend als een jaar later blijkt dat het niet uitvoerbaar is. Dus het is altijd een combinatie van een mooi idee en de uitvoerbaarheid. Ja. Je kan ook natuurlijk wel zeggen, we willen wel, we gaan niet zeggen van wie het beste uitvoerbare plan heeft, krijgt punten. Je kan ook zeggen, je moet minimaal aantonen dat je het kan uitvoeren. Dus dat zijn een beetje de dingen die je kan bedenken. En wat je ook zou kunnen doen, hè, om te zorgen dat je dus groepen uit Zuidoost of uit de K-buurt krijgt, is dat je dus zorgt voor een hele goede promotie vanuit het projectteam of vanuit de buurt. Zodat mensen ook op de hoogte zijn dat er een zelfbouwkavel of een CPO of coöperatiekavel of wat dan ook straks komt. Hè, want nu, wat je natuurlijk ziet in de stad, is dat Zuidoost niet zo op de kaart staat als locatie of als stadsdeel waar je op deze manier kunt bouwen. Dus wat we dan je moet vooral ook, denk ik, communicatie en promotie gebruiken om groepen binnen de Bijlmer op te attenderen dat dit aan de gang is en dat je bezig gaat om dit aan te bieden. Dan kun je niet alle informatie geven natuurlijk, maar je kunt ze in ieder geval informeren dat er wat gaat komen. En dan moeten ze zich gewoon melden en dan komen ze in de kaartenbak en dan gaat het hele riedeltje wel lopen. Ja, heel goed. En hoe meten we uitvoeringskracht? Want ik neem aan dat ook een selectiecriterium is, nog even los van hoe mooi het plan is. Heeft deze groep uitvoeringskracht? Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe meet je die of waar komt die in het proces naar voren? Nou, het begint dus met, even kijken, dat ligt dus een beetje aan hoe je, we hebben volgens mij nu hebben, omdat er dus vaak veel belangstelling voor is, wordt er eerst een voorselectie gemaakt en die dat is dus altijd een spanningsveld tussen hoeveel inspanning vraag je van mensen in concurrentie, hè? Want dat horen we ook terug als je dat een paar keer hebt gedaan en je wordt het steeds, dat is natuurlijk heel vervelend, dus we maken een van een grote groep gaan we naar vijf of drie groepen en die gaan met elkaar in concurrentie in die selectieprocedure. En voor de wooncoöperaties gaat het weer net iets anders. Dus ik denk dat het goed is om dat apart nog een keer te bespreken misschien. Oké. Maar wat je theoretisch kan doen, is natuurlijk wat een ingewikkelde is een beetje, je kan wel ook iets over in de criteria opnemen, van het is belangrijk dat dit project goed past in de buurt. En dat je daar een visie op hebt, van hoe past dit in de buurt. En dat is nog best ingewikkeld hoe je dat dan weer meetbaar maakt en dat soort dingen. Maar ik denk, en de haalbaarheid waar je naar vroeg, daarvoor kan je ook minimum eisen stellen. We hebben in ieder geval om te bewijzen dat je als groep voldoende slagkracht hebt, moet je een plan van aanpak indienen. Mm-hmm. En in het plan van aanpak staat ook van, nou, hoe ga je het financieren? Mm-hmm. Hoe ga je met elkaar om? Wat voor afspraken maak je onderling? En want een van de dingen die ook lastig is in zo'n proces, wat als er nou een conflict ontstaat? Je komt toch tegen dat ofwel de aannemer duurder is geworden. Je moet de woningen gaan verdelen. Ja, wie krijgt die penthouse? Dat zijn allemaal discussies die je natuurlijk in zo'n groep moet gaan voeren. En daar moet je met elkaar van tevoren goede afspraken over maken. En dat soort dingen, we vragen in dat plan van aanpak van hoe gaan jullie om met geschillen? Hoe zien jullie het proces voor je? Hoe ga je de financiering regelen? Dat soort dingen. Plan
Maar dat plan van aanpak is pas zeg maar in de tweede ronde, zeg maar. Hè? Want ja, de eerste ja. ronde is dus, die vraag je uit op een visie, toch, meen ik? En dan de tweede ronde is dat je echt verder inderdaad uit gaat werken. Ja. Maar wat dus heel belangrijk is, is dus na te denken over wat wij belangrijk vinden, wat er in die visie moet komen te staan. En hoe wij denken wat toegevoegde waarde voor de buurt is. Ja. Wij vanuit het projectteam, hè, waar we nu mee bezig zijn. Want je kunt toegevoegde waarde kun je natuurlijk relateren aan misschien alleen maar de betaalbare bedrijfsruimtes. Je zou het ook kunnen relateren aan het type programma wat je daar graag ziet. Dus of het allemaal dus kleine winkeltjes moeten zijn of dat het allemaal broedplaatsen moeten zijn. Dus je kunt daar best wel natuurlijk naar sturen en naar kijken van wat je belangrijk vindt. En die kun je... Die eisen kun je meegeven dat ze dat verwoorden in die ambitie. Ja, heel goed. Ja, en dat is ook de fase waar we nu in zijn. Hè? Want dat kun je in een SP al opschrijven voor een deel. Ja, ja. Ja, ja, het is best wel lastig, want je zit natuurlijk ook wel... Wat ik een beetje lastig vind nu ik meer met die tenders bezig ben... is dat je natuurlijk ziet dat we sowieso op duurzaamheid al heel veel vragen en eisen... He, dus duurzaamheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze selectieprocedure, ook bij CPO. Dus je moet heel goed kijken, zeker ook bij zo'n CPO-groep, dat je niet je hand over vraagt in dingen die ze moeten doen. Anderzijds is ook wel weer natuurlijk zo dat mensen die in zo'n CPO of coöperatie stappen natuurlijk wel... ja, je bouwt je eigen huis, dus ergens heb je ook wel een bepaalde ambitie van hoe je zou willen wonen. En duurzaamheid is daar voor heel veel groepen natuurlijk een groot onderdeel van. Ja, ik zal even wat we standaard eigenlijk als onderdeel bij de selectie hebben als criteria is eigenlijk de visie op zelfbouw. Hè? Waarom willen mensen zelfbouwen en wat maakt het, zeg maar, dit de vorm is waarin ze hun woonwensen kunnen realiseren? En daar kan je eigenlijk alles kwijt over je ideeën. En het tweede is de mate waarin zeggenschap geboden wordt. En die zit erin dat we... ook in het verleden heel vaak hebben gemerkt dat bijvoorbeeld professionals zich opwierpen als begeleiders van groepen en zelf eigenlijk een soort van projectontwikkelaar daardoor werden. Dat hoeft niet altijd, want je hebt wel professionals nodig, maar de manier waarop je, zeg maar, bij CPO is de bedoeling dat de groep echt de opdrachtgever is van de professional. En dat moet heel duidelijk uit die stukken naar voren komen. Zo hebben we dat zijn de basiscriteria die we hanteren, inderdaad, die drie. En daar zou je dus nog iets over de buurt kunnen toevoegen. Maar het is wat Marjolein zegt, je moet inderdaad weer niet te veel dingen gaan willen, want dan kan niks meer echt scoren. Je moet wel een beetje prioriteit geven aan wat je echt belangrijk vindt bij de criteria. De uitdaging waar wij ook voor staan, die heel lastig is, dat is echt een soort catch-22... is dat je eigenlijk dit wilt voor een aantal groepen die eigenlijk heel weinig georganiseerd zijn. Dat de groepen die het meest in staat zijn dit zelf te organiseren en zo'n lage huurprijs te realiseren. Terwijl wij willen, dat is echt nog wel een lastige. Ik denk dat het goed is om straks na het verhaal van Clemens even over door te praten. Want dat is inderdaad voor ons ook best een ingewikkelde. Want wij moeten eigenlijk, zeg maar, heel bout gezegd, gewoon meetbaar kunnen aantonen van dit is het beste, zeg maar. En aan de andere kant wil je ook best ruimte bieden aan de buurt. Maar dat kan je nooit helemaal meetbaar maken zonder het, zeg maar, van mensen voor te trekken. Dus daar moeten we het gewoon goed even over hebben, denk ik. Ja, hoezo. Even wat ik hier nog bij wilde vertellen, is dat je hebt die selectieprocedure. Dat is bij elkaar ook ongeveer zeker wel een half jaar. En daarna komt er een optieperiode. Dat is dus een periode waarin de groep die gekozen is van het idee en een schets naar echt een definitief ontwerp gaat, waarin het plan helemaal uitgewerkt is. Daar wordt een waarborgsom voor gevraagd, maar die is relatief laag ten opzichte van wat een normale projectontwikkelaar zou betalen. En er wordt natuurlijk ook al best wel wat geïnvesteerd door zo'n groep dan al in architecten en dat soort dingen. Nou, daarna komt er een moment waarop de vergunningen zo geregeld kunnen worden en de aanbesteding met de aannemer. En daarna wordt er op het moment dat de vergunning onherroepelijk is en er een aannemersovereenkomst ligt, wordt de grond geleverd en kan er gestart worden met de bouw. En dan is er nog 2 jaar tijd om af te bouwen.
Als je dit dus bij elkaar optelt, ben je echt wel 5 jaar maximaal. Want het zijn wel uiterste termijnen bezig voordat die woning er is. En dat is ook niet voor iedereen altijd. Als je gewoon een nieuwbouwwoning koopt, dan is het een heel groot deel van dat proces is al doorlopen. Dan begin je eigenlijk vanaf het moment waar hier staat levering, erfpacht en startbouw. Hmm. Dus dan hoef je er nog maar 2 jaar of 1 jaar op te wachten. Dus dat maakt het, ja, het is ook wel iets om even goed bij stil te staan. Hey Marije, het is eigenlijk niet zo dat wij gemixte kavels hebben. Hè? Waarmee ik bedoel te zeggen dat je soms wel eens een kavel zou kunnen hebben waar bijvoorbeeld CPO in zit en een ontwikkelaar. Nee, dan... Nee, hè? Nee. Altijd gewoon alleen maar een kavel waar alleen CPO of een coöperatie ingaat en niet een gemengde... Nou, bij die menging zit je, dan is het eerder mede-opdrachtgeverschap. Dus ik heb dit overzicht, is even eigenlijk alle smaken op een rij. Er is bijvoorbeeld één voorbeeld, hè, de Hallen in West. Daar zit ook bijvoorbeeld de Roze Hallen. Die hebben een oudere project voor LBTH. Nou ja, in ieder geval om gezamenlijk veilig oud te worden gemaakt. En dat is bovenop een dubbellaags parkeergarage van een andere ontwikkelaar. Dus op die manier zou je het wel kunnen doen. Maar ja, als je dat soort complexiteiten kan vermijden, zou ik het laten zitten. Want je moet dan toch weer afspraken als tussen groepen en ontwikkelaars gaan maken. Dat maakt het volgens mij wat ingewikkeld. Maar dan heb je over het algemeen relatief wat kleinere bouwmassa's. Die dus op deze manier ontwikkeld kunnen worden. Ja, klopt. Of je gaat het dus als mede-opdrachtgeverschap doen. Dat hebben we ook wel gedaan. Bijvoorbeeld, in de houthavens is het nu, maar dat, ja, je moet dan wel goed regelen wat de zeggenschap van particulieren dan is en hoe dat loopt. Dus dat zijn toch wat ingewikkelder projecten, vind ik zelf. Maar ja, kijk, CPO kan natuurlijk ook wel groot, hè, maar dat wordt wel wat complexer en dan loop je wat meer risico. En bij wooncoöperatie zou je natuurlijk kunnen denken of je het samen met een corporatie doet. En een deel bijvoorbeeld wel afsplitst als een zelfstandige, maar dat je het ontwikkelproces gezamenlijk doet. Dat kan ik me nog wel voorstellen, maar goed, dit is nog iets wat we nog niet hebben geprobeerd. Hebben we nog niet gedaan. Nee. Ja, het is ook wel een aardige smaak misschien, hè? Ja. Als je korrelgrootte hebt, die groter is. Hè, je zegt, je bouwt korrels van 100 woningen of zo. Ja. Je splitst 20 af in overleg met de corporatie. Ja. En dan heb je misschien ook wat meer ruimte om wat met die criteria te doen. Als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat het vrij complex is en moeizaam is. Maar wat dus wel van belang is om te bedenken, als je nu dus start met je massastudies, dat je dus als je bepaalde vormen van dus... CPO-achtig of coöperatie-achtig, dat je dus ook moet zorgen dat we dus kleinere kaveltjes ertussen hebben zitten met een kleiner volume. Ja, die korrel moeten we goed op letten. Ja, want anders gaat het niet lukken. Ja. Kijk, en ik snap wel wat jij zegt, Marije, dat als je op een gegeven moment misschien een parkeerkelder bouwt, hè, van 1 of 2 lagen of wat dan ook, en je zet daar verschillende woontorentjes op, dat een van die woontorentjes best een CPO-achtige constructie kan zijn. Maar het mengen in één gebouw, dat volgens mij moet je dat niet willen. Nee. Toch is dat in Eiburg wel gebeurd, toch? Er is toch wel bij een spreken een echt, ik noem het even, het fysieke gebouw, in stukken gedeeld, dat een deel CPO is gegaan en een deel niet. Of zie ik dat verkeerd? Dat ze toch wel de fysiek... Nee, dat lijkt denk ik gebouw bedoel je? Nee, dat is even... Ja, sorry, ik heb een paar pakhuizen zwijgersessies ook over dit onderwerp. We hebben wel geprobeerd om in één gebouw, dat heet Jonas... We hebben geprobeerd eigenlijk dat wat bij de flat ook gebeurde. Dat je afspreekt van we doen een casco. En dan kunnen de bewoners zelf kiezen hoe ze de indeling maken. Nou, dat was eigenlijk best wel een gedoe om te zorgen. Want het speelde daar nog veel meer mee. Hè? Want de ontwikkelaar die had een heel mooie hal gemaakt met heel mooi hout. In het plan. En ja, die zag het toch ook niet zo zitten als al die particulieren met hun klusmaterialen door die gangen gingen klossen. En er was iets met busjes die, zeg maar, waar bijna geen parkeerplek voor was, voor al die individuele klussers. Dus dat soort dingen. Dus dat was best wel nog moeizaam om dat in de praktijk uit te voeren.
Maar dat was dus in, dat gebouw heeft, zeg maar, een deel van de woning was dan weer als casco aangeboden aan de huurders. Maar eigenlijk zagen we, de gesprekken die daarover gingen, waren heel erg van, nou, we maken er toch weer gewoon een traditioneel nieuwbouwproject van. Want dan kunnen we de bouwstroom in één keer regelen. Dus het zijn wel dingen die best ingewikkeld zijn om te regelen. Nou, het voorbeeld van de hallen gaf ik al, het kan wel, maar dan moet je toch units op iets doen die toch van elkaar los zijn. Want wat ik van Eiburg verder weet, is de menging van corporatie en koopwoningen. Dat heeft ook niet altijd tot gelukkige projecten geleid. Maar ook daar weet Clemens denk ik ook nog wel wat van. Dus dat is misschien voor straks ook wel goed. Nou, ik heb hier even de verschillende vormen op een rij gezet. Waar ik net al wat over vertelde. En vooral hoe kan je eraan meedoen. Dus individueel samen in het klein. Dat is dus door centrale inschrijving en loting. We hadden vroeger dat je wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar dat leidde tot campings van 6 weken. Waar mensen gingen proberen hun kavel te bemachtigen. Ja, en dat was ook niet voor iedereen mogelijk. Want niet iedereen kan 6 weken kamperen. Of heeft mensen die dat voor hem of haar kunnen doen. Dus nu werkt het via centrale inschrijving en een loting. Voor CPO, nou, heb ik net kort uitgelegd, maar dat behoeft echt meer tijd, hoor, om dat goed te bespreken en uit te werken. Nou, bij mede-opdrachtgeverschap is het zo dat de gemeente een contract sluit met de professional. En die zorgt dan vervolgens weer dat mensen daar aan mee kunnen doen. Dus die hebben daar dan meestal een website voor. Nou, bij een wooncoöperatie heb je ook een kaartenbak en gaat er ook een selectie per kavel. Dat proces is op dit moment uitgewerkt. Er komen de komende tijd kavels op bijvoorbeeld het Centrumeiland aan. Dat gaat dit jaar gewoon ook starten. En de beheercoöperatie, ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van de eigenaar van het vastgoed. Dus daar zal je dan ook bij terecht. Even kijken, dit was volgens mij mijn verhaal. Ik had dit al voor Clemens om aan te kondigen, maar die heeft eigen dia's. Dus zal ik mijn scherm maar wegdoen dan? En... Nog even, mag die vorige nog even terug? Ja hoor. Eigenlijk zou ik ook heel geïnteresseerd zijn in zo'n overzicht van de verschillende vormen, maar dan niet met de insteek hoe kun je meedoen. Maar waarom zouden we de een of de andere vorm aanbieden aan de buurt? Oh, oké, ja. We zitten in een iets andere rol. Om kavels gaan aanbieden in vorm. Dus ik weet niet of die ook te maken is. Maar dat zou ik wel heel interessant vinden om te kunnen delen met de buurt. Van waarom zouden wij kiezen voor de een of de andere vorm? Oké. Ik denk dat we dat moeten bespreken. Want ik weet niet wat jullie, zeg maar, belangrijk vinden. Ik kan wel uitleggen, kijk, individueel samen in het klein. Nou, dat de vraag is of dat past, hè. Want je moet dan een heleboel kleine kaveltjes gaan maken. Dus het heeft ook te maken met wat daar bijvoorbeeld speelt, is dat je dan het parkeren moet gaan oplossen. Misschien hoeft niet iedereen te parkeren. Dit is in ieder geval een vorm van koopwoningen. Wat er dan gebeurt is dat het beleid van de gemeente is dat koopwoningen zijn volgens de marktwaarde wordt de grondprijs bepaald. Dus als je een kavel voor koopwoningen hebt, dan worden de grondprijs, ja, krijgt een bepaalde hoogte. En dat betekent bepaalde prijs voor de woningen. Dat hangt een beetje vanaf wat een woning op die plek kost. Dus dat is een, ja, ambitie. Niet zo heel logisch, ook qua dichtheid voor deze plek. Maar ja, we gaan denk ik wel in de gebouwcomplexen praten. Ja, en die samen in het klein, bijvoorbeeld stel je gaat in 6 lagen dat doen. Dan heb je dus weer, als je er 3 woningen in doet, dan wordt het misschien betaalbaar voor middeninkomens of iets daarboven. Maar dan moet je weer 3 parkeerplekken kwijt, als je tenminste parkeernormen hanteert van 1 op 1. Dus ik denk dat we helemaal hier moeten uitfileren, hoor, nu ter plekke. Maar ik denk dat het handig is om nog een ander soort opzet te maken. Maar dan met de insteek van, wat is handig om aan te bieden vanuit de kavels? Wat zijn de voor- en nadelen van het een en het ander? En anders zijn we hier denk ik nog een half uur. Dat denk ik. Ja. Ja. Maar ik weet dus niet zo goed of je dat heel makkelijk maakt, het overzicht, hoor. Maar goed. Nee, en ik denk dat het misschien ook nog een beetje te vroeg is. Want je moet ook even kijken hoe we zo meteen uit gaan komen met je kavels en je stedenbouwkundige plan en je volumestudie. Precies, ja. Maar dat zoiets individueel samen in het klein, dat kan volgens mij dus ook met mede-opdrachtgeverschap in een groter gebouw, toch? Of zie ik dat? Dat kan. Dat kan. Ja. Ja. Maar dat zijn wel, denk ik, combinaties en dingen die behoorlijk complex zijn om dat te doen. Ja, en dat wil je ook niet opgeven. Ja. Nou ja, dan val je weer terug misschien op wat jij daar straks ook al een keer zei. Je wil dit heel graag aanbieden en je wil heel graag hier iets op deze manier iets doen voor de buurt. Maar de vraag is ook van jou, hoe krijg je de buurt ook georganiseerd om dit te doen? Hè? En hoe krijg je mensen dus zover om dit te doen? Want het vraagt natuurlijk behoorlijk wat.
tijd en inzet, hè? Nou, en dat is natuurlijk, ik weet niet of Clemens daarop komt, maar het woord risico is nog niet gevallen. Wie draagt waarin het risico? Het is enerzijds financieel risico, tijdrisico. Zijn deze mensen betaald die 5 jaar door de medebewoners? Nee, je doet het gewoon zelf, hè, want je wil er zelf gaan wonen. Dus het is je eigen tijd en moeite die je erin steekt. Want er zitten we ook wel een zelfbewoningsplicht op, toch Marije? Bij koopwoningen wel. En ja, bij huurwoningen eigenlijk ook. Maar voor die wooncoöperatiewoningen geldt dat je ze niet mag verkopen. Dus als je uit de woning wil, dan komt er een nieuwe huurder in. En die woning, ja, dat mag niet gesplitst worden. Dus daar zit dan geen eigen bewoningsplicht op. Maar dat is het ook beperking. Marije, hij misschien blijft wel behouden voor de coöperatie. Ja. Marije, misschien nog even voordat we naar Clemens gaan. Hè, de waarom-vraag die kun je natuurlijk vanuit de buurt stellen. Hè? Dus daar gaan we denk ik, daar gaat Raad voor de Kamerbuurt nog even over nadenken. En daar gaan wij als gezamenlijke groep het nog over hebben. Waarom doet de gemeente het? Even dit ingewikkelde verhaal. Hè? Even vanuit. Ja. Nou, de gemeente wil meer zeggenschap bieden. Maar er zit. Sorry? Nee. Ja. En er is natuurlijk, als je kijkt naar, jullie kennen het wonen in Amsterdam onderzoek waarschijnlijk wel, wat elke 2 jaar wordt uitgevoerd. Het is inmiddels volgens mij niet meer een speciale zelfbouwvraag, maar er is een paar jaar een zelfbouwvraag geweest. En als je die stelt aan de mensen die binnen 2 jaar willen verhuizen, dan is er 15 tot 20% van de mensen wil zeker wel zelf bouwen. En nog eens, ja, tegen de 30% ja, misschien. Dus je hebt het toch over een behoorlijke groep mensen die dit wil. En dan komt de tweede vraag natuurlijk. Hoeveel zijn mensen bereid om ook echt zelf te doen? En dat is altijd een beetje moeilijk om bij elkaar te brengen. En een volgende vraag is weer. Hoeveel kunnen mensen zelf betalen om dit te doen? Of hoeveel kunnen ze zelf? En dat maakt het ook altijd een beetje ingewikkeld. Van nou ja, welke rol heeft de gemeente daarin? En welke rol hebben mensen zelf daarin? Nou, de gemeente stelt in ieder geval de kavels beschikbaar in een proces wat in principe te doorlopen is door particulieren. Ik zeg niet dat het heel makkelijk is, maar het is wel te doen. En het is, ja, je moet het wel echt willen. En bijvoorbeeld voor begeleiding heeft de gemeente geen, hoe heet dat, subsidies of zo. De provincie Noord-Holland had heel lang wel een subsidie voor groepen. Die is onlangs gestopt. Voor wooncoöperaties zijn we wel bezig met een lening. Die je kan aangaan om zowel het eerste stuk te doorlopen als het deel wat een bank op dit moment in ieder geval nog niet financiert. Maar dat is natuurlijk wel over risico gesproken. Het is een lening die een groep dan aangaat en dat is dus een risico. Het is niet dat de gemeente al die risico's kan of gaat. Nee, maar dat ben je bij een bank en een financieringsinstituut onder. Ik bedoel, dat is helder. Ja, dus dat is wat er op dit moment gebeurt eigenlijk. Ja. Is dat duidelijk? Of... Ja. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb een klein beetje ervaring in een heel klein stukje hiervan. Ik heb in 1996 drie appartementen gekocht op de Keizersgracht in Casco. Daar heb ik 2 jaar van mijn leven aan besteed, tot en met zandstralen, et cetera, et cetera. Daar loop je op enig moment echt uit de tijd en de financiering. En dan moet je weer eerst wat verdienen en bij. Maar uiteindelijk is dat een fantastisch complex geworden. In die zin kan ik een beetje het buffelen wel inschatten wat hier achter zit. En de vele mensen die hier echt tijd en energie en ziel en zaligheid in moeten stoppen. En wat dat betekent. Ja, het is eigenlijk, je zegt eigenlijk iets wat ik van meer zelfbouwers heb gehoord. Die vaak roepen, nou, als ik dit van tevoren had geweten, was ik er nooit aan begonnen. Maar nou, ik zou het zo weer doen. En ja. Dat, ja, dus het is, ja, het is, ja, dat ja. Is eigenlijk, denk ja. Ik, een goede samenvatting. Ja. Zou ik het scherm delen wegdoen en Clemens het woord geven? En dan komen we vast nog wel verder te spreken over een aantal dingen, denk ik. Even kijken. Dankjewel. Hoe doe ik dat ook alweer? Is dit boven je scherm zit ergens stop, een rood stop share. Oh ja, ja, dank je. Ja. Kijk. En dan ga ik nu delen. Share. Ja, mijn naam is dus Clemens Mol, programmaleider wooncoöperaties bij Woon. En ik ga vertellen van wat wij als Woon aan ondersteuning voor wooncoöperaties bieden. En ik ga ook even in wat Woon zelf doet.
Ja, wat is mijn achtergrond? Ik ben lange tijd bij Woon adviseur van bewoners, koepels geweest. Dus de beleidsadviseur bij corporaties. En in mijn eigen vrije tijd, ja, zo gaat dat dan, een wooncoöperatie begonnen. Uiteindelijk gaf Woon mij de mogelijkheid om bij Woon daarmee aan de gang te gaan. Omdat we merkten dat bewoners dit gewoon willen en daar vraag naar is. En ja, daar is uiteindelijk, laten we zeggen, een afdelingje of een functie uitgegroeid, programmaleider bij Woon. Woon kennen jullie waarschijnlijk wel. Wat doen we? We hebben in Zuidoost hebben we ook een locatie. Heel breed gezegd, we ondersteunen bewoners. Core business, om het zo maar te zeggen, is... Er is iets met de huisbaas in een huursituatie. En dan kijken we naar de huur. Is die terecht? Servicekosten. We staan ook kleine VVE's bij. Omdat die vaak door professionals, door de professionele ondersteuners niet ondersteund worden. En er vaak nog niet op orde is. We zijn heel veel met gasvrij bezig. Daar zijn we in verschillende buurten mee actief. En we helpen ook bewoners met een initiatief. We hebben een aantal dingen waar we bewoners mee ondersteunen. En sinds 2015 zijn we dus ook bewoners aan het ondersteunen die een wooncoöperatie willen oprichten. Nou, wat doen we op dat terrein? We geven aan de ene kant basisinformatie. Die wooncoöperatie, nou, dat merkten jullie zelf al, dat is relatief nieuw. Dus bewoners vragen heel vaak, ja, maar hoe werkt dat dan en hoe wordt dat gefinancierd en zijn er voorbeelden, kan ik ergens kijken. Dat ondervangen we voor een deel door basiscursussen aan te bieden. Vorig jaar hebben we dat uitgebreid naar zo'n 6 à 7 per jaar. Nou ja, die doen we op dit moment allemaal online. Waaronder bieden ondersteuningstrajecten aan. Dat is dus als een groep iets verder is of ondersteuning van ons wil. En waar we dan echt een nadruk op liggen, is het gezamenlijk maken van een visie. Dat groepen een idee krijgen van, ja, wat is nou de meerwaarde van een buurt? Wat zijn beslagingskansen? Dat soort aspecten, daar hopen we ze in mee te nemen. Eigenlijk klaar te stomen om het zo maar te zeggen, de kaartenbak in te kunnen en het proces verder te doorlopen. En dat ze ook weten, ik ga een architect inhuren, ik moet het financieren, wat komt er op me weg? En hoe zorg ik ervoor dat ik als bewoner de opdrachtgever blijf bij het ontwikkelen van mijn eigen wooncoöperatie waar ik ga wonen? Ja, we zien ook een beetje als taak natuurlijk het slagingsklimaat voor wooncoöperaties te verbeteren. Het is nieuw, zei ik al. Dus je komt bij heel veel instanties toch nog steeds de vraag tegen van wooncoöperatie. Wat bedoelt u? We hebben als Woon ook nog twee platforms opgericht. Of twee belangenorganisaties van wooncoöperaties. En dat is in Amsterdam, is dat het platform Wooncoöperaties Amsterdam en Kooplink. En dat is een kennisdeel, beide zijn kennisdeelplatforms, belangenplatforms, waar initiatieven die een wooncoöperatie zijn of willen worden, kennis uit kunnen wisselen en ook aan kennisontwikkeling kunnen doen. En ze hebben beide sites, als je Kooplink zoekt en platform Wooncoöperaties Amsterdam, dan vind je dat ook. Wat we ook wel doen, in 2019 gedaan, 2020 door de corona hebben we dat niet zo gestart, is het aanbieden soms van specifieke trajecten om bepaalde groepen aan te spreken. We merkten dat heel veel senioren, zeg maar heel strak voor een seniorencorporatie kiezen, een coöperatie kiezen. En we hadden zoiets van, ja, maar je hebt ook een multigenerationeel idee. En dat hadden een hoop ideeën, maar die wisten niet hoe ze de verbinding moesten leggen. En daar hebben we mensen in het traject meegenomen om ervoor te zorgen dat er een aantal initiatieven zijn die dat meer generatiekarakter in zich dragen. En datzelfde hebben we met een aantal
of met de jongere groepen gedaan. Dus op die manier kunnen we groepen zeg maar targeten of aanspreken die normaal onderling niet zo aan een wooncoöperatie denken. Nou, er is dus het actieplan wooncoöperaties. Dat is natuurlijk een forse ambitie. Wij gaan, wij bieden op dit moment al meer cursussen aan. Aan de ene kant is dat heel erg onafhankelijke informatie aan het begin, om mensen te enthousiasmeren voor die wooncoöperatie, maar ook, wat ik al zei, klaar te stomen voor die kaartenbak, dat ze het als kans zien en ook oppakken. En dat ze weten wat er op hen afkomt. Maar daarnaast, door middel van de kennisdeelnetwerken die we mede ontwikkelen, willen we ook de samenwerking bevorderen tussen wooncoöperaties en de verdere professionalisering en verdieping tot stand brengen. Ja, dat is eigenlijk mijn verhaal in de notendop wat wij doen. Ik heb in Zuidoost al een paar keer, ik heb één keer ter plaatse in het voorjaar, vorig jaar toen er nog geen corona was in de winter, het was er wel, maar dat wist niemand, een cursus aangeboden op locatie in Zuidoost. Een paar keer met de Zwijger ook hier, in het lab geweest, aan discussies deelgenomen. En ik heb wel gezien, er is in Zuidoost vraag. En het was wel heel grappig toen het definitieve kaartje uitkwam van locaties. Er stond er, dat gaat vast veranderen, want ik snap dat is een vloeibaar proces. Maar er stond één locatie op en er waren een aantal mensen die reageerden meteen, waarom zijn er zo weinig locaties in Zuidoost? Dus wat dat betreft vond ik het wel grappig dat de vraag uit de buurt, die is er wel. Dat kan beter, dat kan meer worden, maar er zijn zeker mensen uit verschillende buurten in Zuidoost hierin geïnteresseerd. Ik doe even mijn presentatie weg, want in principe is dit mijn einde. Zo. Ja, en specifiek, laten we zeggen, mensen in Zuidoost, of tenminste in de K-buurt interesseren. Er zijn denk ik twee dingen die spelen. Aan de ene kant is het natuurlijk het bieden van informatie. Dat je hiermee aan de gang gaat. Je kan op een gegeven moment ook laten weten, we verwachten, ik heb het vermoeden, mensen hier ook een beetje tijd voor nodig. Dus als je, ik roep maar wat, in 2022 een kavel aanbiedt en je laat nu de geruchten al een beetje gonzen, dan kan dat nuttig zijn. Want dan hebben mensen even de tijd om ook na te denken, is dit iets voor mij? Zeker als je al een woning in deze buurt hebt, en dan heb je wat langer voor nodig dan iemand die al aan nieuwbouw denkt. Dan hap je sneller. Dat is één ding. En aan de andere kant, dat is dat je vraag, laat zien, er komt vraag of er komt aanbod, bedoel ik. En aan de andere kant kunnen wij natuurlijk bewoners heel duidelijk informatie over die wooncoöperatie bieden, waardoor die vraag ook wat meer zal ontstaan. Dus, dat is een beetje mijn verhaal. En als we nou nog kijken naar die wooncoöperaties, hè, dat is huur. Ja. Is dat dan ook, is dat dan per definitie middensegment? Of kan dat ook particulier sociaal zijn in combinatie met middensegment? Ja, dat kan ook een menging zijn. En sterker nog, uiteindelijk is dat natuurlijk altijd de grondprijs en hoe je dat inricht die dat bepaalt. Maar de moeilijkheden die je bijvoorbeeld hebt met corporaties, dat ze heel erg aan DAAP, niet-DAAP, splitsingen en dat soort verhalen moet denken. Dat heb je bij een coöperatie niet. Als dat een zelfstandige coöperatie is en je zegt zoveel vierkante meter moet sociaal zijn, zoveel middenhuur. Een deel van de groepen zoekt daar ook expliciet naar. Niet alle, maar een deel. Oké, dus dat is wel op zich wel positief natuurlijk, want daarmee kun je natuurlijk wel een goede mix maken dan op een gegeven moment in een bepaald blok.
Ja, zal ik zeker even uitleggen hoe we dat bij het Centrum Eiland hebben dat ook zo gedaan. Daar was gewoon de kavel beschikbaar voor in principe middeldure huur en ook sociale huur. En het was aan de groep zelf om aan te geven hoeveel sociale huurwoningen ze realiseren. Want er is voor, dat heb ik net niet verteld, voor wooncoöperaties een aangepaste grondwaarde. Nou ja, die lijkt heel erg op wat eeuwigdurende middeldure huur is. Maar dat was in de tijd dat we het beleid vaststelden, bestond die variant nog niet. En we bieden, en voor de sociale huurparticulieren, dat is dus sociale huurcoöperatiewoningen, geldt een vaste lage grondwaarde. Dus het is ook een beetje afhankelijk van hoe hoog de prijs voor een kavel is om de grondexploitatie natuurlijk goed te hebben. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Maar je kan dus een deel sociaal maken tot de minimumprijs die nodig is voor die kavel. En datzelfde zou je in theorie ook met die bedrijfsruimtes te kunnen doen. Dan maak je een soort prijslijst, bij wijze van spreken, naast de kavel. Tot een bepaalde hoogte kan je andere functies er dan in krijgen. Ja, sommige groepen willen ook expliciet een bedrijfsruimte, omdat ze dat dan, ik noem het maar even, als scharnierpunt kunnen gebruiken tussen hun initiatief en de buurt. Dus die kunnen dat dan heel erg opvullen. Er zit natuurlijk altijd wel een spanningsveld. In die zin van als er te veel bedrijfsruimte is. Dan kan het ook binnen het kader van een wooncoöperatie moeilijk financierbaar worden. Omdat de loan-to-value eis. Even een concreet voorbeeld. Als het in een complex van. Het is 5 of 10% van het totale oppervlak. Dan zal een bank dat gewoon meefinancieren. Op het moment dat dat 20, 30 of 50% is. Dan zal een bank zeggen, wij financieren alleen maar 50% van de waarde. Dus dat kan een probleem worden dan. Tenminste, als het echt bijna de hoofdvolume van een kavel is, dan wordt het problematisch. Ja, dan. Wat je natuurlijk ook zult zien is dat sommige groepen misschien wel voor zichzelf willen bouwen en eigenaar of verhuurder willen zijn. Maar je neemt natuurlijk wel ook een verhuurrisico van zo'n plint op je als groep. Want je bent dan opeens verhuurder van die plint ook. Dus dat moet je ook maar willen. Juist, en daarom laten we zeggen, dat spanningsvent op zich willen groepen dat. Want die willen vaak, die hebben daar echt wel ideeën over hoe ze dat kunnen runnen. Maar dat moet, laten we zeggen, dat als dat een te groot oppervlak wordt, en dus even zoeken wat dan te groot is, dan krijg je dat ondernemersrisico heel zwaar op je dak. Ja. En is dan vormt dat dus wel weer een risico voor ons, hè, vanuit het team, dus vanuit het project, voor je afzet. Want dan stapt er dus op een gegeven moment geen groep in. Ja, maar daar zeg ik ook wel bij. Er zijn op dit moment, de nieuwe meent, Archimedes Plantsoen is nu een kavel. Die zijn nu bezig met hun DO en hun verdere ontwikkeling. En die hebben de kavel gewonnen. Dat is een groep in Oost. En daar zit bedrijfsruimte in. Of tenminste, daar zit niet wonenfunctie in. En dat vindt die groep alleen maar mooi. Die gaat er echt mee aan de gang. En dat wordt ook, dat gaat ook gebruikt worden en verhuurd worden. Dus dat. Maar daarvoor geldt inderdaad ook wel dat het zeg maar nog ondergeschikt is aan de woonfunctie. Dat is dan ook weer voor de grondprijsbepaling van belang. En als het echt inderdaad meer moet, ja, dan kan je natuurlijk ook aan andere oplossingen denken. Dat je als coöperatie een pand huurt of zo. Of dat het andere constructies worden. Ik merk even als bewoner dat ik hier echt een soort informatieoverload zit. Waarbij ik denk van, hoe ga ik dit structureren naar de buurt in infographics? Jullie zitten er heel diep in en ik hoor heel veel, heel goed hoor, hele goede termen en zo. Maar van de middelbuur huur tot dit, tot dat. Ik probeer het echt nog te begrijpen. Het is voor mij eventjes echt wel overal. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Het is voor mij even kijken of ik ook alles mentaal met een blikje te geven. Wat betreft die wooncoöperatie, daar hebben we dus een basiscursus. En die bieden we aan iedere bewoner aan in Amsterdam die daar interesse in heeft. Ja, dat snap ik. Dus even niet in de, wij willen dit gaan doen, traject. Mm-hmm. Wij zitten in, hoeveel van die kavels gaan we waarin aanbieden? Gaan we 6 kavels wooncoöperatie, wat voor soorten dan? Dus wij zitten echt even aan die andere kant te denken. En welke groepen dan zouden dat kunnen doen? Hoe zorg je ook in de gentrification en de verjupping van de buurt, dat de groepen, hoe dat met elkaar zit?
Ook daar zit echt wel een issue. Ik weet niet of jullie daar ook ervaring hebben. Nou, het interessante is van die woonco-operatie en die basiscursus kan daar wel een antwoord op geven voor een deel. Is er zijn gewoon inmiddels best wel veel voorbeelden. En er zijn zeg maar groepen die willen per se alleen in Zuid wonen, om het zo maar te klassificeren. Daar die zijn er. Ja. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeg maar dat emancipatoire aspect heel erg nemen. En juist omdat ze in een buurt opgegroeid zijn, een stap willen maken en daar willen blijven wonen en iets willen ontwikkelen. Ja. Dat soort wooncoöperaties zijn er ook. Dus zo heb je verschillende soorten en maten. En doordat als bewoner, laten we zeggen, ook aan andere bewoners te spiegelen, zie ik vaak dat mensen zelf een idee krijgen, gewoon door te zien van, dit is niks, maar die, daar heb ik een idee over en dat gaan we anders doen en wel op deze manier. Dus dat helpt heel erg in het vormen van je eigen ideeën. Ja. Dus, maar ik ben niet degene die dat wil gaan doen, hè? Maar misschien ja. Wel, maar wij zitten in een andere rol en wij zitten nu in de rol van we gaan kavels uitgeven. Ja. Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Wat ik me voor kan, want er zijn inderdaad verschillende dingen die een rol spelen. Hè? Van wat voor soort woningen gaan jullie plannen? En ik weet ook niet, er liggen misschien ook al wat kaders, want de gemeente heeft natuurlijk stadsbreed 40-40-20. Dus 40% sociaal, 40% middelduur en 20% vrije sectorwoningen. Ik weet niet of dat hier ook geldt. Dat is dan bijvoorbeeld al een kader. En vervolgens kan je dus na gaan denken over, willen we, die vraag stelde Marjolein ook een beetje, willen we grootschalige ontwikkeling, past dat allemaal wel? Want als je heel veel kleine kaveltjes naast elkaar, dat past ook misschien helemaal niet in het plan. Dus willen we, ik heb wat dat betreft me niet goed in het plan verdiept. Ja. Maar dus dat is ook een structureringselement van hoe grootschalig willen we de gebouwen in het gebied. En als je dan vervolgens kijkt van wat willen we als bewoner qua invloed, die kan dus als bewoner benoemen van hoe willen we dat onze wijk eruit ziet. En je kan benoemen hoeveel wil en kan ik ben in de positie om ook zelf iets daar te gaan bouwen. En hoeveel mensen zijn er eigenlijk überhaupt, willen er zoveel tijd in steken. En dan zou je dus verschillende typen. Door de gewone nieuwbouw is, die projectontwikkelaar, ja, die kan je natuurlijk ook vragen van ga met de buurt praten wat daar aan woonwensen zijn. De vraag is alleen, gaat die dan alles meteen zo bouwen? Die gaat zijn risico's een beetje, ook inperken. Dus je gaat misschien wat meer gemiddelde woningen bouwen. Dus hoe uitgesproken woningen is van belang. Dus er zijn een heleboel manieren om het te structureren. En het is ook een beetje, ik denk dat het voor de buurt belangrijk is om te noemen, wat zijn de belangrijkste dingen voor het wonen in deze buurt. Als je van daaruit weer kijkt, wat betekent het voor hoe de kavels verdeeld worden? Ja, en ik zit continu te kijken, welke knoppen zijn er om aan te draaien om iets te beïnvloeden? Welk beïnvloedingsinstrumentarium? Dus bijvoorbeeld kavelregels is kennelijk zo'n ding. We hebben beeldkwaliteit. Zo zijn er allerlei knoppen om aan te draaien, om te sturen. Dus ja, wat willen we? Maar ook vervolgens welke knoppen om er te komen? Ik heb bijvoorbeeld voor mezelf een soort diagrammetje gemaakt van afmeting en dan invloed. Van media, of maakt even niet uit, medezeggenschap tot CPO. En daar kun je dan vervolgens op gaan mappen welke dingen er beschikbaar zijn. En we hebben hier 6 kavels ter beschikking, waar in totaal 600 tot 900 woningen op moeten. Nou, liever 900. Daarnaast nog voorzieningen. Voorzieningen als in sociale voorziening, maar ook natuurlijk het parkeren, dat soort zaken. En dat moeten we allemaal nog gaan kijken hoe dat ook fysiek, wat waar gaat komen. En wat wij voor ons zien is dat, waar vroeger het winkelcentrum zat, dat zijn 3 aaneengesloten kavels, inderdaad torentjes komen. En dat die andere veel meer gesloten blokken worden. Ja, misschien is het inderdaad ook goed, het is nu een beetje een lastige tijd, maar om vooral ook inspiratie op te doen. Want ik heb, dat was ook in een pakhuis sessie, in Eindhoven heeft de woningbouwvereniging... Spaces? Nee, ik weet het nog niet eens, maar in ieder geval, ze hebben daar een project bij Strijp S gedaan. Ja, Spaces is het, denk ik. Ja. Ik ben er geweest, ja. En ja. Wat ik daar interessant aan vond, is dat mensen dus inderdaad helemaal natuurlijk niet op inkomens gesorteerd willen wonen. Dat wil eigenlijk niemand. Maar op rustig, levendig, bepaalde uitstraling. Dus ik denk dat je vanuit die kant ook dingen kan. Maar het is denk ik goed om voorbeelden te hebben van, dit vinden we mooi. Of
Een ander voorbeeld. Ik heb ooit, en dat was toen heette Woon nog, het Amsterdam Steunpunt Wonen aan Mi Acoma Di Color gewerkt. Mm-hmm. Toen ik nog, en daar hadden we hele leuke sessies met de buurt. Elke avond ging er, ja, het is een beetje vervelend om dat nu te moeten vertellen, want nu kan het niet. Maar er ging gewoon één iemand uit de buurt ging koken en dan gingen we thema's behandelen. Maar toen ging het vrij duidelijk om een afgebakend kleinere locatie. Maar toen hebben we het over gehad van wat zijn woonmensen, wat vinden we belangrijk aan een woning. Maar toen ging het dus over mensen die daar zelf gingen wonen. En nu zitten jullie in een andere positie. Dus nu gaat het misschien meer over van wat vind ik belangrijk als ik door de buurt heen loop? Wat wil ik dan zien? En wat vind ik mooie gebouwen? Of dat je het op die manier... En ik denk wat jij nu net schetst, Marije, dat kan de volgende fase zijn natuurlijk. Hè? Want op het moment dat je natuurlijk wel zegt in zo'n stedenbouwkundig plan zometeen van oké, dit wordt onze hoofdopzet. Hè? Want we weten natuurlijk al best wel waar we naartoe moeten. Hè? We hebben heel veel informatie uit de buurt van hoe zien wij straks het liefst onze wijk. Dus ik denk dat dan op een gegeven moment moet je een trechtertje in. En dan kun je natuurlijk, wat jij zegt, best zulke soort sessies gaan organiseren voor één kavel. Om die dan verder vorm te gaan geven. En dat kun je dan kijken of je daar dan een groep of mensen bij elkaar kunt krijgen die dezelfde ideeën of dezelfde uitgangspunten op een gegeven moment hebben. En dan kun je natuurlijk ook zelf een beetje aan de wieg staan om zo'n groep bij elkaar te krijgen. Ja, ik heb nog een beetje de gedachte misschien nog even om te delen. Kijk, nu zijn we dat SP aan het maken. En veel van die dingen waar we het niet over gehad hebben, dat komt straks, hè? Daarna, zeg maar. Ja, als we het plan bepaald hebben en we op zoek gaan naar een groep of die dit wil gaan doen. Maar nu zit je een beetje in de fase dat je een plan maakt voor je buurt met een bouwprogramma. En heel veel wordt al mogelijk gemaakt vanuit de gemeente. Ja, je hebt best wel een progressief bestuur. En die hebben ook een aantal beleidsuitgangspunten en politieke plannen die heel veel mogelijk maken. En je zou eigenlijk als buurt moeten afvragen, wat lukt nou niet binnen die kaders, hè, van de gemeente en van de coalitie? Wat we wel heel graag willen. Hè, en dat zou je eigenlijk moeten proberen te definiëren. En dat zou je kunnen laten landen in zo'n CPO-blok of wat voor blok dan ook, omdat je heel veel directe invloed kan uitoefenen. Ja. Op je programma, op je wat daar komt, op de huurprijs, op de lange termijn. Weet je, dat kunnen allemaal belangrijke dingen zijn die een buurt zou kunnen willen. Die ingewikkeld te realiseren zijn met een corporatie of met een ontwikkelaar, omdat die een ander belang heeft. Ja. Dus ik zou zeggen, in de fase waar we nu zitten, moet je daar eigenlijk naar op zoek gaan. Dan zorg je dat het opgenomen wordt in ons SP, en dan hebben we natuurlijk over korrel, grootte, et cetera. En daarna krijg je dan de trajecten waarbij claimers heel goed kan helpen. Waarbij je dus een aantal groepen probeert te mobiliseren in de buurt die hiermee aan de slag gaan. Zo is dat was even een gedachte die bij mij ook kwam. Bij mij roept dat een hele goede gedachte, Harry. Bij mij roept dat meteen de vraag op. Hoeveel procent kan inderdaad naar CPO toegewezen worden van wat we hebben? En uit welk onderdeel gaat dat dan? Hè? Als je even 40-40-20 denkt, maar nou, dat wordt misschien anders. Maar laten we die even gewoon, dat er segmenten zijn. Kun je bij spreken 100% van alle 900 woningen, even heel extreem gezegd, zeggen van nou, die gaan we allemaal coöperatief bouwen. Elke kavel een andere coöperatie, ik noem maar wat. Het zou heel vernieuwend zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Ik denk dat de hele stad een beetje zijn wenkbrauwen optrekt. Ja. Maar dus dat is de extreme variant. Maar ik denk wel dat jullie zijn uitgenodigd om een experimenteel stedenbouwkundig plan te maken. Ja. Dus je mag best wel met een voorstel komen, denk ik. Ja. En 100% lijkt mij heel lastig, want waar haal je die mensen vandaan, hè, et cetera. En dan krijg je toch heel veel mensen van buiten, wat jullie misschien wel niet willen. Nou ja, ik denk dat je de mensen nog wel vindt, maar dat is financieel, technisch en risicotechnisch nog wel een opgave, lijkt me. Ja, ja, ja. Dankjewel, ook vanuit de grondexploitatie en alle andere risico's, ja, om het überhaupt voor elkaar te krijgen. Maar ik zou daar wel enige vrijheid in nemen, om daar met een goed voorstel te komen. Ja. Wel een beetje realistisch voorstel het liefst, hè, want we willen ook dat het SP gemaakt wordt. Dan is het ook allemaal eens een zonde van onze moeite. Echt, ja, maar het is ook wel een kans. Ja. Marije, want als je kijkt naar de stad, het is vaak maar sporadisch, toch? Het zijn een paar blokjes, het zijn Nee, nou, ik ben de kaart heb ik niet laten zien. We hebben een kaart, dat heeft daar claimers naar verwezen. Is in mei dit jaar een eindrapport wooncoöperaties vastgesteld. Hè? Dat kan ik jullie ook mailen. En daar staan de ambities in van de gemeente voor de komende jaren. Nou, claimers zei al, er staat, ik weet dat het Vreeswijkpad staat erop in Zuidoost.
Het zou natuurlijk mooi zijn als de KBU er ook bij kan komen. Maar in principe is dat al voor 800 woningen. Nou weten we in de praktijk wel dat niet alle locaties die op een lijst komen er ook op blijven staan. Maar goed, in principe gaat het echt om een substantieel aantal woningen. En zoals ik al zei, werken we ook... Marije, het Vreeswijkpad is toch niet 800 woningen CPO? Nee. Het totaal in de stad. Nee. Oké. Nee, 800 in totaal. En de grootste is nu... Er is er nu een voor 80 woningen. En er komt er een volgens mij voor 120. Mm-hmm. Maar dat zijn dus wel... Dat zijn wel echt grote. Dat zijn wel... De meeste zijn... En dat is denk ik ook qua groepsvorming en zo makkelijker zijn 30. 40, okay. dat formaat, dat is overzichtelijker. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Buikslotterham, daar zijn CPO-projecten naast elkaar gebouwd. Daar hebben ze bewust ook grote en kleine kavels naast elkaar. Dus je kan daar natuurlijk ook nog wel in variëren. Okay, je hoeft niet alles in één uitgifte te doen. Je kan dat opsplitsen. Alleen ook daar is het weer zoeken. We zitten nu ook wel in een periode waarin bezuinigingen aankomen. En je ook niet dat per kavel, heel veel kleine kavels is toch iets meer werk dan één grote. Dus dat soort afwegingen speelt natuurlijk ook wel weer een rol. Voor voorzieningen geldt nog wel ook iets hoor. Zit daar veel van Zuidoost? Sorry, ik hoorde het niet vragen. Kijk in de kaartenbak, wie zich hebben aangemeld. Hoeveel mensen uit Zuidoost of groepen uit Zuidoost zitten in die kaartenbak? Nou, de kaartenbak voor wooncoöperaties is nog maar net open. Dus volgens mij zit er nog maar één in, of nog niet eens. Dus weet ik nog niet. Okay. En voor CPO is het wisselend. En ook, niet iedereen zegt precies, ik woon hier. Maar er zijn mensen die willen per se alleen in Zuidoost, bij wijze van spreken, of groepen. Maar er zijn ook groepen die willen overal, want die willen gewoon zelf bouwen. Dus dat wisselt enorm. En ik weet ook niet de aantallen nu... En dat weet je ook eigenlijk pas op het moment dat er een kavel beschikbaar komt. Dan kijkt iedereen toch even naar de prijs en de plek en de afmeting of ze het echt willen. Oké, maar jij weet wel dat er groepen uit Zuidoost zijn die staan te trappelen om te kijken in die kaartenbak. Dat zijn Clemens in ieder geval. Ja. Dus tenminste, ik heb daar echt vragen. Het was heel grappig dat op het eerste plaatje waar Marije naar verwijst, er stonden geloof ik 4 locaties geïndiceerd. En op een gegeven moment was het er maar 1. En ik kreeg daar dus echt vragen over, waar is de rest gebleven? Dus dat geeft aan van, en dat was allemaal maar indicatief, maar dat gaf wel aan van, hé, er zijn dus echt mensen die hier een groep willen starten. Nou, vanuit de voorzieningen gedacht, we hebben best wel vierkante meters voorzieningen bedacht. En die komen in plinten. Het is wel lastig om in een CBO om voorzieningenplinten te gaan zitten maken. Het is lastiger dan wanneer je het op een andere manier doet. Ook omdat de planning van die voorzieningen, tenminste van die CPO's, dat is minder strak dan wanneer je het doet met een ontwikkelaar. Want die komt al met die wordt al gefinancierd, zullen we maar zeggen. En dus dat betekent wel wat. De planning is net zo strak bij CPO's hoor. Die zijn soms zelfs sneller. Alleen het financieren van die voorziening is inderdaad ingewikkeld. Ja. Nou, maar de voorzieningen, wij willen die voorzieningen kopen als gemeente. En we willen ze niet door een CPO laten in eigendom laten. Dus het betekent toch wel een onderhandeling met die CPO's. Maar als je nog groepen hebt die gefinancierd worden, dan kunnen ze nu meedoen met een CPO. Dan kan je het tempo best hoog houden. Dus als wij over 3 jaar een voorziening willen hebben, en niet over 5 jaar, wat jij net liet zien als planning, dan is dat lastiger met een CPO. Want die bestaan nog niet eens, die CPO's voor deze groep. Dat betekent een heel grote inspanning om de financiering en dat soort dingen heel snel te regelen. Dus, dat vraag ik me af of dat een groot probleem is hoor. Dat moet je die processen even goed naast elkaar leggen. Want de opdrachtgever voor die voorziening en de bouw, ja, ik weet niet. Dat zou ik toch even naast elkaar leggen dan. Maar het is denk ik... Laat ik het zo formuleren. We hebben geprobeerd om de financiering te regelen voor voorzieningen vanaf 2023. En niet vanaf 2025. Dus dat betekent wel dat je afspraken moet kunnen maken in 2022 of zo, of 2023, met partijen. Harde afspraken. Ja, dus ik geef maar aan dat er ook een systematiek is die misschien ook een beetje tegenwerkt. En we kunnen altijd uitkomen, maar dat is wel een aandachtspunt. Ik het dan zo. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is denk ik... Dat,
dat aandachtspunt is voor het hele traject hoor, Gerard. Want dat heeft dan niet alleen te maken of je nou wel of niet CPO of coöperaties doet. Want als jij zegt, ik wil in 2023 afspraken maken, nou, dan mogen we nu als de wiedeweerga wel gaan tenderen en op de markt gaan zetten. Want ja. Ook met, met gewone reguliere ontwikkelaars heb je een robbertje te vechten hierover. Nou, zeker. Dus dat is voort, sowieso hoor. Iets waar we goed naar moeten kijken. Ja. Daar hebben we jou toch voor, Marjolein? Ja. Ik heb alle vertrouwen in je, Marjolein. Ik help je, hoor. Ik wil even de vraag aan Gerard ook oproepen. Gerard, jij zegt de voorzieningen allemaal in de plint. Maar is er ook iets voor te zeggen, gaat misschien een klein beetje buiten deze discussie om, maar dat je een voorzieningenblok maakt, dat wij denken aan het plein, het blok, daar gaat de voorziening ook de hoogte in. Dus ook dat hele blok. En dat je juist op andere plekken veel meer commerciële en woonruimte hebt. Of zie ik dat? Het zit natuurlijk wat in. Je hoeft de voorzieningen helemaal niet alleen in de plint te maken. Okay. Alleen je hebt wel een paar doelgroepen die we benoemd hebben, die we niet helemaal in één gebouw willen hebben of niet in één plint. Omdat ze elkaar gewoon niet zo goed, wat niet goed passend is. Ja. Maar ik denk zeker dat je moet nadenken over bijvoorbeeld dit soort constructies, dat je. Je kunt bepaalde doelgroepen wel in één gebouw zetten, waarbij je die stand-alone maakt en dat je dan eerder kan beginnen met die voorzieningen. Ja. Wat we wel geleerd hebben. Zijn het? Wat zeg je? Wat voor voorzieningen zijn het eigenlijk? Nou, het gaat om jongerenvoorzieningen, OKT's, gezondheidscentra, zorgvoorzieningen voor ouderen, dat soort dingen. Heel, heel verschillend, heel breed. Mm-hmm. Oh, ik zie. Ik zit er ook niet voor niks bij. Ja. Ik snap zelf ook al hoe je dit doet. Ik ken Marije al heel lang, ook vanuit de praktijk van dit soort dingen. Dus ik denk zeker dat je met bijvoorbeeld met Woonzorg Nederland of met die moskee kan nadenken. Want er zijn voorbeelden al die we tegen zijn gekomen over samenwerken hierin of op een andere manier. Ja. Het hoeft niet per se één smaak te zijn, denk ik. Zeker. Maar het is gewoon, het vraagt gewoon goed samenwerken om alle details aan elkaar te koppelen, om het tempo erin te houden. Ja, dat zeker inderdaad. Ja, dat zeker. Ja, wat ik ook nog één dingetje over zeg maar, want je hebt inderdaad duidelijk, je hebt de rol als buurt zeg maar, en de rol als bewoner. En dat zijn denk ik twee verschillende perspectieven die jullie ook hebben, denk ik. En als buurt in de planvorming zou je ook kunnen kijken, bijvoorbeeld wat bij in Utrecht gedaan is. Hebben ze naast het station, het Smakkelaarsveld heet dat, hebben ze een tender georganiseerd waar een burger tenderteam bij zat. En dat tenderteam was, want het interessante natuurlijk wat je als buurt ook wel kan hebben, is dat je NIMBY dingen kan als buurt kan hebben, of dat je het alleen het belang van de individuele buurtbewoners hebt. Maar wat ze daar hadden gedaan, was dus een mix van mensen die in de stad woonden en de mensen uit de buurt. En die zijn samen ook tenderinzendingen gaan beoordelen. Dat is een heel goed idee. Dat vind ik een echt heel mooi instrumentariumstuk. Fantastisch. Ja. Ja. Maar dat betekent dus wel dat je als buurtje bewust moet zijn dat je echt objectief ook, dus die hebt criteria en die beoordeel je dan. Dus dat is... Maar het zou best kunnen zijn dat een tender die bijvoorbeeld, dat een CPO iets een plan bedenkt, maar dat bijvoorbeeld Woonzorg Nederland voor ouderen ook een plan bedenkt, waarbij dan meer bijvoorbeeld een andere vorm van meedoen is opgenomen. Die met elkaar concurreren. Wat biedt nou voor de buurt het meeste en het zekerste dat ze krijgen wat ze willen? Dus dan krijg je misschien toch wat meer smaken die met elkaar concurreren. Is dat niet een optie? Of kan dat niet in jullie formule? Nee, niet. Dat kan eigenlijk niet in dezelfde formule. Want dan kom je dus precies op het punt dat je burgers laat concurreren met marktpartijen of met professionals. En dat wil je eigenlijk niet. Tenminste, als je burgers vraagt om een plan van aanpak op te stellen. Dat is best een inspanning voor ze. Zo'n tender zoals dat bij marktpartijen gaat, daar worden hele ontwerpen ingediend. En dat is wat we bewust niet vragen, want dan geef je de enorme inspanning. Ja, toch is het risico dan groot dat je niet weet nu, we willen hier best complexe dingen met elkaar. Mm-hmm. En of dat lukt, dat zou ik dan, ja, het risico is best groot dat het gewoon niet lukt, dat er gewoon geen goed plan komt, geen enkel. En dan zit je ermee. Dus dan ben je wel heel erg achter. Heb je het nu alleen over de plek waar je de voorzieningen combineert? Of moeten overal voorzieningen in de plinten en woningen boven? Nou ja, als ik kijk hoeveel vierkante meter voorzieningen we bedacht hebben, dan zitten bijna wel overal wel ergens voorzieningen in de buurt. Maar misschien niet op een paar kleine plekjes, maar als je de hele buurt
in een soort CPO wil gaan doen. Want als je dat de extreme variant wordt, Okay. Dan kan dat. Dan heb je dit wel als afweging van hoe krijg je nou het beste plan voor de buurt. Maar Gerard, ik denk dat Mike dat als voorbeeld zei, als extreem voorbeeld, de hele buurt als CPO. Ik wil gewoon even weten van hoe zit dat, gewoon, en ook van, moeten we dat een stukje een beetje hier en daar, hè, of kunnen we één blok voorzieningen maken en andere blokken juist weer de andere dingen, gewoon hoe we kunnen spelen met die ruimte en die volumes. Nou ja, wat Gerard al zei, er valt best wel wat te clusteren, maar sommige dingen wil je ook uit elkaar houden. Hè? Ja. En ik denk ook, kijk, wat Gerard zorg is natuurlijk, dat je die voorzieningen wel op tijd af hebt en niet te veel afhankelijkheden organiseert die dingen ingewikkelder maken. Dus daarom moeten we ook ten aanzien van de voorzieningen, Gerard, moeten we denk ik ook een soort ontwikkelstrategie doen. Ja. Welke zijn het belangrijkst? Of welke wil je misschien wel met een corporatie regelen, zodat je wat meer zekerheid hebt. Mm-hmm. Waar je één ding nog wel over opmerken. Kijk, bewoners die zelf bouwen, die hebben een belang dat die woningen af zijn. En dat is een heel groot belang, want zij gaan daar wonen en anders zijn zij, de pineut. En sommige partijen hebben soms het belang dat er niet gebouwd wordt. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel eens meegemaakt, in ieder geval dat het een spel is om nog wat eruit te slepen. Zeker, Dat kan dat ook staven met de praktijk, inderdaad. Ja. En dat is bij bewoners gewoon, laten we zeggen, er zijn ook altijd... De ene is de ander en er gebeuren ook dingen. Maar ik durf dat wel als systeem te zeggen, echt. En zeker ook voor wooncoöperaties. Ik ken projecten die zijn zeg maar 3 keer doodverklaard en die zijn toch gelukt. Omdat de bewoners gewoon, ondanks het feit dat het eigenlijk niet kon, gewoon zoiets hadden. Het moet gewoon. Als je een aantal thema's die ik hier uithoor rond die voorzieningen. En ik zeg niet dat dat nu per definitie een wooncoöperatie moet worden, maar rond het thema ouderen, jongeren, daar valt wat te organiseren. En daar zijn groepen die gaan daarvoor, omdat dat voor hun een perspectief op leven kan bieden, wat juist heel interessant is. Dus en daar ga je voor, zeg maar. Dus dat wil ik wel even zeggen. Dankjewel, Kleber. Een beetje positief. Is inderdaad dat de dingen die terug, volgens mij, want de financiering van de voorziening is denk ik wel een belangrijk element, als ik dat zo hoor. Dat voorzieningen en korrelgrootte belangrijke structurerende elementen zijn waar jullie denk ik op zoek moeten. Zeker. Ja. En Marije, even voor jouw beeld. Hè. Dus we proberen deze maand en misschien in het begin van Feb proberen we het programma helder te krijgen. Ja, dus hoeveel vierkante meter van wat gaan we bouwen? En dan gaan we half Feb. In maart gaan we de verkaveling, hè, dus de korrelgrootte en dergelijke, gaan we bij de kop pakken. En dan krijgen we langzamerhand een beetje vervat op, zeg maar, dit soort vragen. Ja. Ik zit ook een beetje vol, jongens, met al deze info. Mike, jij gaf het nog een beetje aan. Moeten we misschien hier even bij laten voor dit onderwerp? Ik vond het echt heel, heel bijzonder. Heel veel dank voor jullie informatie. Nu sturen, neem ik aan, die presentatie nog even door, dat we die apart kunnen delen. Kan dat? Wat mij betreft wel. Ja, ik had hem doorgestuurd, dus je kunt hem gewoon. En die kaart uit de stad waar alle locaties op staan, die zou je nog even delen. Is ook interessant, dat mensen een idee hebben van wat voor locaties, hoeveel zijn dat er dan in totaal? Ja. Ik stuur nog wel even. Eigen concurrentie, ga je eigen concurrentie maken, Mike? De enige plek waar je in de stad coöperatie kan bouwen is in de K-buurt. Niet in Oost en ook niet in Noord, alleen maar in de K-buurt. Laat het ze straks... nou niet zien, straks lopen ze de buurt uit. Ja, ik denk niet als we 900 in de koop zitten nu, dat we al dubbel al in de stad. Dus dat is sowieso bijzonder, maar grapje hoor. Ik stuur het dan naar Harry, toch? Die kaart. Volgens mij had ik het actieplan al gestuurd of niet? Ja, je mag het ook gewoon uit voor de K-bestuur hoor. Oh ja, maar dat klik ik dan door de afspraak, hè? Ik kan het gewoon aan de mensen in de afspraak sturen. Ja, en even over dat wat jij net noemde, Harry, eventjes de volgstap, et cetera. Even een vraag aan Jules. De Lego die is overleden, maar is er al een voortgang met onderplaat en foamblokken of zo? Ik begin toch wel heel sterk ook richting wie het wil. Ja, er is een kaartje in omloop. Ja. Die heeft Gert-Jan gemaakt. Die zit ergens in de app. De vraag is dit de goede ondergrond?
En wel op welke schaal? En als jullie er iets over kunnen zeggen, dan laat ik hem gewoon ergens printen. Die zit in de K-team app. Ja, moet je bij foto's kijken. Anders stuur ik hem nog een keer. Ja, stuur hem nog even. Zometeen, ja. Want het is even kijken op welke schaal moet je hem en hoe ver moet je hem uitzoomen, zeg maar. Ja. Dus als jullie daar iets van... Sorry? Twee tafels is mooi. Twee tafels kunnen we in de etalage, in de buurt. Ah, ja, dat is... Nou ja. Ja, dan ik stuur hem even op en dan roept er iets. Zegt er iets over. Ja. Ja. Maar het is een goed teken, jongens. We beginnen aan de volumes, hè? Het moet nu, hè? We gaan nu... We willen gewoon bouwen. Ja. Dan in klein, ja. Ja. Tijd van praten is voorbij. We gaan nu gewoon aan de slag. Ja. Ja. Maar leuk. Hey, Marije en Clemens, super bedankt. Super bedankt. Een leuk project. Dus ik hoop... laat het weten als we nog een keer kunnen reageren of meedenken of... Ja, ik denk dat we dat wel gaan vragen. Nog in de volgende fase nog even wat extra info. Ja, ik heb echt heel veel kernkreten en zo opgeschreven om verder mee aan de slag te gaan. Ik heb echt heel veel teweeg gebracht, dus dankjewel. Okay. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Oké, sluiten we dit af, jongens? Ja, prima. Ja. Nogmaals, goed. Het weekend alvast. Cheers daar in de K-buurt. Doei.